De regering heeft gisteren met algemene stemmen toestemming gekregen in het parlement om nieuwe munten te maken. De munten zullen in nickel-plated steel worden geslagen. Hiermee wordt 40% bespaard. Het slaan van nieuwe munten is nodig omdat er een groot gebrek is aan kleingeld. De wet is aangenomen met 45 algemene stemmen. De NDP-fractie die in beraad is om de kwestie Akimboto heeft besloten mee te werken aan de behandeling en de aanname van de wetswijziging omdat het algemeen belang groot is. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft aangegeven dat de wijziging van de muntwet nodig is omdat de samenstelling van de munt wordt aangepast. Dan is de vraag gesteld waarom geen 1 en 5 cent genoemd wordt. Dit gaat om een wetswijziging, voorzitter, waarbij we dus het materiaal, een ander materiaal zoals het in de huidige wet genoemd staat, willen invoeren. Maar er is vooralsnog, dus nickelplate, maar vooralsnog is er geen noodzaak tot het slaan van 1 cent en 5 cent munten. Dan is de vraag gesteld of de informatie op de munten zal wijzigen. Die informatie is geregeld in artikel 5, voorzitter, en dat zal niet veranderen. Er zullen nieuwe munten worden geslagen van 2 SRD 50, 1, 25 cent en een dubbeltje, allen in Surinaamse dollar. Het gaat om totaal 36 miljoen stuks munten, goed voor de behoefte van een jaar en een buffer voor een half jaar. De waarde is 31,6 miljoen Surinaamse dollar. Ruim 2,1 miljoen US dollar moet worden neergeteld om de munten te slaan. Dan de kwestie van ATM-machines. Het giraalverkeer wat volgens uw geachte wit Asabina ook bestremd en het beschikbaar zijn van ATM-machines in de districten. Voorzitter, op deze vraag kan ik slechts antwoorden dat wij alles eraan doen om de banken zover te krijgen om landelijk aanwezig te zijn. Ik weet dat daar een programma voor uitgerold is omdat de banken samenwerken om ATM's te spreiden. Want was het voorheen dat je van bank A een ATM op een bepaalde hoek had en nauwelijks 200 meter verder een ATM van bank B, zeer inefficiënt, weet ik dat de banken samen met BNets bezig zijn om slechts één ATM te hebben waar je ongeacht bij welke bank je bankiert kan trekken en die spreiding dus wat beter te doen zijn dan zo dicht op elkaar. Minister Armand Achaibersing gisteren in het parlement. De regering heeft met algemene stemmen toestemming gekregen om nieuwe munten te slaan, zodat de schaarste aan kleingeld wordt opgeheven. Het zal een half jaar duren voordat de munten hier zijn.